daar aanvoerder Jeroen Veldmaten van Go Ahead Eagles. Jay Gorter, dit seizoen de eerste doelman. Hij zegt Van de Graaf. Maar hij staat niet op mijn opstelling. Ik zeg... Ik herken hem wel, dat geldt niet voor alle wisselspelers van Accu. Je ziet eerst even nog de opstelling van Go Ahead. Met wel wat wijzigingen, maar er staat toch een hele aardige ploeg. Met achterin dus Drosten, Beukema, Veldmaat en Kuipers. Brouwers en Itzes, de controleurs op het middenveld. En Jibiel, de aanvallende middenvelder. En voorin moeten Erdashoori, Hendricks en Rabiaar voor de doelpunten gaan zorgen. En bij NAC is het verhaal dus bekend. De lijst met afwezigen noemen is eigenlijk nog langer dan wanneer je gewoon de basis zelf wel langs gaat. Kramer keept, Olij zit wel op de bank. Noblega, Sierenveld, Adileu en Van Akker vormen de achterhoede. Middenveld met Fiorini en Kali als controleurs en Elalucci dan als meest creatieve aanvallende man. En voorin Venema, Doban en Buffon. En je biel. Noblegas met het blok. Veel inlopende mensen. Indraaiende corner. Oh, wat een vrijheid. En dat is toch wel duidelijk dat je hem moet dekken. Bij zo'n situaties. Want het is niet voor het eerst dat Beukema een doelpunt maakt met het hoofd dit seizoen. Gaat achterin helemaal mis bij NAC. Blijkbaar onze voorbeschouwing niet gekeken. Uitgebreid belicht door Hans Kraaij. Ook wat hij doet bij zo'n situaties. Ja, in een onvoorstelbare vrijheid daar. Adileu ligt daar. Ja, er wordt een blok gezet ook op Adileu door Hendricks. Dat zorgt ervoor dat hij de vrijheid krijgt. Dan moet iemand anders hem ergens toch nog wel op kunnen pikken. Leuke, maar die bal was wat te lastig voor Eibiel. Geen overtreding. Go Ahead kan door. Erdashoori eerder bij die bal. En dan is het al 2-0. Vlag blijft omlaag. Het gaat heel hard. Ik weet niet zeker of Erdashoori het helemaal zo bedoelde. Hendricks daar in het centrum. Lijkt wel inderdaad op één lijn te staan. Daar loopt Kali ook nog. Kali appelleert wel. Dat hij desnoods het buitenspel nog opheft. Nou, daar ga je dan. Amper spelers tot je beschikking. En binnen 10 minuten een 2-0 achterstand. Erdashoori daar, slim het lichaam gebruikt. Linde paniek. Oh, dit was zeker niet de bedoeling. Dit was zeker niet de bedoeling van Erdashoori. Maar het is wel 3-0. Ja, hoe die bal er uiteindelijk inschiet, dat wel. Maar wat daaraan vooraf gaat, nee. Ja, ploegen in het geel-zwart zijn grote nederlagen. Ik begin je toch een klein beetje zorgen te maken over NAC vandaag. Klein beetje. Erdashoori met de 3-0. Daar komt de volgende kans alweer. In een wedstrijd waarin voorlopig alles erin vliegt, is dit een penalty? Ja. We zijn nog geen kwartier bezig en dit is de kans op de 4-0. Arme Giel Kraan. Krijgt hij er binnen het kwartier 4 tegen? Ja, is het antwoord. Deze is volstrekt onhoudbaar ingeschoten natuurlijk. Goed, Brouwers. Drosten wil graag de bal hebben. Kan natuurlijk ook helemaal zelf. Aardige paasje nog, meenemen. 1-2. Zo. Ja, en doorlopen en uitzoeken en 5-0. Wel vrij gedaan hoor door Brouwers, maar hoe is het mogelijk? 5-0 in Venlo. Ging Ajax heel veel door. Benieuwd hoe fel Go Ahead vandaag doorgaat. Dit is echt... Jongen. Kom je dan vooruit Breda? Wat een lange avond. Hier is Drosten. Drosten kan ook zelf. Schiet hem er net over. So easy wordt er geroepen. Ja.
Een correcte samenvatting van de situatie op dit moment. Ja, je ziet zijn oude club met 13-0 verliezen. En nu zelf in een situatie waar hij zich ook zorgen zal maken, gaan we het onder de 10 houden. Kuipers. Bal schiet door, Veldmaat buitenspel, vlag omhoog. Deze gaat niet door. Nee, Biel koos dit keer voor een korte variant via Kuipers. Dat gaat om het verlengen hier van de bal. Ik vraag het me af hoor. Boven in beeld staat nog iemand vandaan. Die dat toch ook op zou kunnen hebben. Nou, heeft nu gewoon 5-6 mensen daar in het centrum neergezet. Ja, dan kunnen ze in ieder geval niet meer zo doorlopen bij Go Ahead. Ook niet te snel zeggen natuurlijk, want hier is wel weer aardig weer wat ruimte. Hey, Jibiel krult hem net naast. Go Ahead is wat van de scherpte kwijt. En NAC kan zo af en toe de omschakelingen naar voren. Venema. Dan maar eens schieten. En de redding is er van Gorten. Rebound voor Dogan. Eerste werk voor Gorter. Brouwers. Hendricks. En die is voor Kramer. Er zijn nog steeds kansen, maar ze zijn wel wat minder groot voor Go Ahead. Elalucci, die 3,5 kilo afviel en verloor aan spierkracht. En 3,5 kilo spieren verdwenen door corona. En dat bouw je natuurlijk niet zomaar weer even op. Hendricks, Rabiaar, toch weer snel hoor. Dat is 2 minuten in de tweede helft, nummer 6. Het leek wat beter te gaan. En zeg maar het laatste kwartier voor de pauze. Het is al een desastreus begin weer van NAC in de tweede helft. Paasje goed. En de afronding overtuigend. En dat is de 6-0 met de 6e doelpuntenmaker ook. Drosten. Bal. Net wat te kort. Benema bal kwijt. Mooi balletje dit. Benema weer bal kwijt. Schot is hard. En Kramer klim. Komt daar niet uit. Benema. Drosten. Tweede poging weer met links. Dat was zijn eerste. Die ging over in de eerste helft. Heuvelman is nu naar de linkerkant gegaan. En Luc Marijn is er centraal. De vijfmans achterhoede intact gehouden, maar met een iets andere opstelling dus. Bakker gaat schieten. Geen probleem voor Kramer. De bal kan niet worden verlengd bij de eerste paal. Abdat kopt hem weer in. Corner aan de andere kant. En je Biel met de hoekschop. En daar is bijna Moulenga. Ja, hij is er wel. Maar hij scoort niet. Ik vind wel een behoorlijke kans. Tuiken naar de bal, beetje gehinderd. Maar daar is Abdat en daar is de redding van Kramer om 7-0 te voorkomen. Goeie aanval. Rabiaar geeft mee. Ik zeg, een voorzet ligt wat meer voor de hand. Vindt Moulenga in ieder geval. Itzes.
Schot van ver, maar ook naast. Dat bordje met de extra tijd blijft gewoon liggen. En terecht. Het staat allemaal keurig beschreven hoeveel seconden overal bij van moet. En dan kom je echt wel op 6 hoor, denk ik. 6 minuten. En dan zit Go Ahead niet op te wachten. Zit u denk ik ook niet op te wachten. Mag al helemaal niet. Doelsaldo doet er niet toe. Kortom, over 10 seconden is de wedstrijd voorbij. De leidersweg van NAC zit erop. Een desastreuze eerste 22 minuten. 5-0 achter. Daarna nog eentje gemaakt door Go Ahead Eagles. Stijn heeft toen al met een omzetting ervoor gekozen schade beperken. En dat is in dat opzicht gelukt. Het bekeravontuur van NAC is voorbij. Go Ahead gaat door. Voor NAC wordt het vooral zaak om de boel weer op te lappen.